Het is nog 72 uur hè, voordat de stembus sluit. We zijn er nog niet. Maar ik zeg u, er hangt verandering in de lucht. Er hangt verandering in de lucht en die kan over 72 uur inderdaad bewaarheid worden. En als ik hier zo zie, u hier, dan word ik vooral geïnspireerd. Omdat ik weet wat u de afgelopen maanden heeft gedaan. Door weer en wind, langs deuren, op pleinen, op straten. Ook toen de peiling op 15 stond. Het verhaal van de Partij van de Arbeid vertellen. Dag na dag, uur na uur, gesprek voor gesprek. Uiteindelijk bent u de inspiratie. Uiteindelijk bent u de kracht van dit mooie land. Niet alleen u. De afgelopen maanden ben ik op zoek geweest naar de kracht van Nederland. En ik heb er heel veel van gevonden. Mensen, wat kan Nederland veel. Ik vond ondernemers, zoals Wim van der Leegte van VDL, die allesbouwer in Eindhoven, die inmiddels Netcar aan het redden is. Een man uit één stuk, een ondernemer zoals een ondernemer moet zijn, die geen productie verplaatst naar het buitenland. Die niet zijn werknemer op allerlei flexcontractjes zet, omdat hij gelooft in een goed product wat gemaakt wordt door goede werknemers die loyaal zijn aan het bedrijf. Ik was hier in Drachten op bezoek bij Philips, die niet zijn productie verplaatst naar China, maar productie terughaalt uit China naar Nederland. Omdat wij in Nederland dingen kunnen maken zoals we ze nergens anders gemaakt zien. Maar niet alleen daar bij ondernemers. Ik sprak met thuiszorgmedewerkers die tegen de verdrukking in, tegen dat klokdenken in, tegen dat efficiëntiedenken in, gewoon hun werk doen zoals het gedaan hoort te worden. Niet alleen even schoonmaken en wegwezen, nee, een praatje maken met die oude manier. Omdat alleen als je tijd neemt voor zo'n praatje, je kunt zien of de oude manier langzaam aan het dementeren is en je dus op tijd kan ingrijpen en zo goede zorg kunt leveren aan mensen. Ik sprak met onderwijzers en met politieagenten die dag na dag bezig zijn om onze jongeren op school en soms op straat een betere toekomst te bezorgen. Door ze wat te leren of ze af en toe te corrigeren. Dat is de kracht van Nederland en dat is ongelooflijk inspirerend om mee te maken. En hoe frustrerend is het dan als je kijkt naar de afgelopen 2 jaar in Den Haag. 2 jaar waarin Nederland wegzakte in een recessie, terwijl landen om ons heen gewoon bleven groeien. Waarin er 100.000 werklozen bijkwamen. Waarin er inmiddels 380.000 kinderen in armoede opgroeien. Waarin de verschillen tussen arm en rijk werden vergroot. En 2 jaar waarin publieke voorzieningen werden uitgehold. En die mensen, die leraar, die politieagent, op de nullijn in de kou kwam te staan. En het waren 2 jaar waarin met rechtsrotbeleid het verschil tussen mensen werd vergroot. Tussen autochtoon, tussen allochtoon, hier geboren of van ver gekomen, tussen Pool en Nederlander. VVD en CDA stonden toe hoe de brug tussen mensen werd weggeslagen. En ik heb afgelopen jaren veel mensen gesproken in dit land, hier geboren, met Turks of Marokkaanse ouders misschien, die zich afvroegen, is dit mijn land nog wel? En ik zeg tegen hen en tegen u, ja, dit is ons land, dit is uw land en samen gaan we die brug herstellen. Dames en heren, er is heel veel te herstellen. En ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan na 2 jaar niet wachten om daaraan te gaan beginnen. Want dat kan dus ook. Wij kunnen samen de schouders eronder zetten. We kunnen ons letterlijk uit die recessie werken. En Nederland weer dat optimisme, dat onderlinge verbondenheid en die kracht terugbezorgen. Die overal nog wel ziet sluimeren, maar die we nou eindelijk eens een keer op moeten pakken en groot moeten maken. Dat kan. Maar zeg ik er ook bij, makkelijk wordt dat niet. Want de crisis die we nu meemaken is internationaal en complex. En we hebben het in de campagne al heel veel gezien. One-liners, simpele oplossingen, ze gaan niet werken. Alleen bezuinigen lost de crisis niet op. Alleen maar geld uitgeven en blijven uitgeven zal de problemen uiteindelijk niet wegmaken. En anderen vooral de schuld geven heeft nog nooit een probleem opgelost. Dames en heren, de crisis is complex. En de werkelijkheid is eigenlijk dat we niet precies weten wat er de komende 4 weken, de komende 4 maanden of de komende 4 jaar nog op ons afkomt. En in zo'n situatie voldoen voorgekookte recepten en simpele slogans dus niet. Wat er in zo'n situatie nodig is een kompas. Een partij
met het juiste kompas. Een partij die zich voorneemt om wat er ook gebeurt, hoe de crisis zich ook ontwikkelt, er altijd voor te zullen zorgen dat de rekening niet terechtkomt bij de mensen die het al zwaar hebben. Dat we de rekening neerleggen bij degenen die de crisis hebben veroorzaakt, bij de mensen die een hoog inkomen hebben en dat we op die manier Nederland socialer maken. Wij weten dat Nederland altijd socialer kan en socialer moet. Maar dan hebben we ook een partij nodig die snapt dat het geld daarvoor wel verdiend moet worden. En dat we dus moeten blijven investeren in ondernemerschap, in duurzame technologie, in de toekomst. En die toekomst bestaat, wat mij betreft, uit drie dingen. Onderwijs, onderwijs en onderwijs. Hoe erg de crisis ook wordt, hoe zeer de staatsfinanciën ook tegenzitten, onderwijs blijft onze prioriteit. En ik zal u uitleggen waarom. Als je een duurzame energievoorziening wil, ja, dan moet je investeren in windmolens en zonnepanelen. Maar vooral in onderwijs. Omdat de volgende generatie die technologie moet kunnen uitvinden die wij met onze knappe koppen nog niet eens konden bedenken. En als je een eerlijker samenleving wil, ja, dan moet je investeren in sociale voorzieningen en goede publieke zaken. Maar vooral in onderwijs. Omdat de volgende generatie de welvaart eerlijker moet kunnen verdelen dan wij kennelijk konden opbrengen. En als je internationale veiligheid en vrede wil bevorderen, dan moet je investeren in diplomatie. Ja, en soms ook in defensie. Maar vooral in onderwijs. Omdat de volgende generatie de internationale verdragen met elkaar moet tekenen, waar wij kennelijk nog niet aan toe waren. Onderwijs bepaalt onze toekomst en naar die toekomst wil ik met jullie toe. Een sterker land, een socialer land, open naar de wereld, open naar de toekomst. Dan heb je wel een partij nodig die snapt dat alleen als Europa groeit, wij zullen groeien. Alleen als Europa werkt, zullen wij werken. En daarom verdedig ik met verve dat wij blijven vasthouden aan dat mooie ene Europa. Aan die toekomstdroom. Ook als dat... Dank u. En ik weet, dames en heren, daarvoor zullen we meer bevoegdheden met elkaar moeten gaan delen dan we eigenlijk comfortabel vinden. En ja, of nee eigenlijk, we krijgen niet al dat geld terug wat ons was beloofd. En toch verdedig ik het van harte. Omdat ik niet wil wegzakken in een Europa waar de geschiedenis werd geschreven. Ik wil bouwen aan dat Europa waar we elkaar samen sterker maken, samen de grote problemen oplossen en zo bouwen aan een nieuwe toekomst. Dat Europa, dat is ons Europa. En dat is dus de toekomst die ik voor ogen heb. Sterker, socialer, open naar de wereld, gericht op de toekomst. Die toekomst, die wil ik aan mijn kinderen laten zien. Aan hun generatiegenootjes. En ik vraag u nu, ga met me mee. Ga met me mee naar die nieuwe toekomst van een sterker en socialer Nederland. Ja, de weg daarnaartoe zal langer zijn dan we eigenlijk hopen. Hij zal moeilijker zijn dan we dachten. En we maken onderweg nog een hele hoop fouten die we onderweg wel weer zullen moeten herstellen. Maar ik ben optimistisch. Want ik geloof in de kracht van Nederland en ik geloof vooral in de kracht van de Partij van de Arbeid. In onze idealen, in onze ideeën, in onze bestuurskracht en in onze mogelijkheden om dit land sterker en socialer te maken. Dus zeg ik tegen u, als u nou net zo gelooft als ik in de kracht van Nederland, als u nou net zo overtuigd bent van onze idealen, van onze ideeën, van onze plannen en van onze bestuurskracht, doe dan met ons mee. En dan gaan wij nu nog 72 uur, zaal voor zaal, plein voor plein, straat voor straat, deur voor deur, gesprek voor gesprek, die laatste stemmen binnenhalen. En dan krijgen wij op 12 september een fantastisch resultaat. Ik dank u wel. APPLAUS